maar we hadden heel veel problemen. De ochtendproef ging super goed. Keihard gereden. Bijna geen navigatiefouten, gingen eindelijk echt heel goed. Goede plek behaald. Eén keer moesten we enorm zoeken. Daar stonden 12 mensen. Stonden allemaal te zoeken. We waren te vroeg rechtsaf. Er stonden allemaal sporen. Er waren 8, 12 mensen stonden 10 minuten lang te zoeken. En op een gegeven moment zagen we een heel groot bord van een dorp. En dat was een herkenningspunt van een waypoint. En toen zijn we precies daar naartoe gaan rijden. Al die andere 8 zagen het niet. Dus wij zijn als eerste weggereden en zijn ons niet achterna gekomen. Dus in de ochtend. In de middagproef hebben we allemaal problemen gehad met onze CVT-riem, die werd veel te warm. Blijkbaar in deze buis, die de aanvoer luchtkoeling is van de CVT, zat een netje voor om die bladeren buiten te houden. Echter is dat netje zeg maar naar binnen gegaan en hoopje takken is hier in het midden gaan blokkeren. Dus na 600 meter van de start van de middagetappe ging het al stuk, ging onze aandrijfriem stuk, die is snel gewisseld. Toen 40 kilometer later, het bleef maar warm worden die tweede riem. Ik dacht, ja, het is een oude riem, misschien is dat het, maar het was de koeling. Dus die ging ook al stuk. Toen hadden we geen riemen meer. Toen hebben we van auto 140 Hans, die oude navigator van senior Janus van Kaster, hebben we hem staande gehouden en hebben we een riem gevraagd. Hebben we gelukkig een riem van hem mogen lenen. Toen is hij verder doorgereden zonder spijrriem. Als hij dan zou stoppen, dan zouden wij de riem alweer afgeven als hij hem nodig had. Dus heel dankbaar. We hebben hem net bedankt met champagne en een nieuwe riem teruggegeven. En nu gaan we dit even oplossen, dat we dit wat beter maken. Nou ja, ik heb een hele ander verhaal. Vanmorgen ging het iets minder. Wij moesten sowieso al bijna achteraan starten. En een paar autootjes ingehaald en er was er zo'n Fransman. Jongen. Hij reed niet. En hij liet ons ook niet langs. En dan word ik helemaal gek. En dan, maar goed. Op een gegeven moment was er een plas water. Ik denk, nou, dat is, het pad is daar breder. Dus dan rijd ik hem in de plas water voorbij. Dat heb ik ook gedaan, inderdaad. Maar alleen na die plas water wou ik weer terugsturen naar het midden. En dat lukte niet. En aan de buitenkant was zo'n hoge rug, zeg maar. Waar ik met mijn voorwieltje, waar ik denk met een 50-60, heb ik dat rugje meegenomen. En dat wipte mijn autootje op. Ja, en toen was het hub wat we gisteren vervangen hadden, dat was weer kapot. De twee banden waren kapot. Ik had er geen zin meer in. Dat hebben we ons laten ophalen. En dat hebben de jongens goed gesleuteld. En dan zijn we nu in de tweede etappe, hebben we ook nog trouwens, want ik had ook geen remmen. Gisteren hebben wij de ruitenwisselmotor vervangen. Daar hebben we van de Mercedes E ingezet. Die is echt top. Die gaat zo, wereld van verschil. Dan zijn we tweede etappe gaan rijden, net als laatste, achter de laatste vrachtwagen gestart. En maar dat ging als een speer. En ik denk na een kilometer of 5. Pats! Ik denk, god, wat is dat nu weer? En dat was de riem kapot. Hebben we de riem vervangen, hebben we weer top gereden. Het voordeel van achteraan rijden is dat de mensen die daar rijden makkelijker aan de kant gaan, want die gaat het niet om de klassificatie. En gisteren hebben wij alle stekkers, wat op de bobines en de injectors, alles wat er achter op die motor zit, die hebben we verwijderd en dat hebben we allemaal gesoldeerd. En nou voor het eerst in anderhalf jaar loopt een motortje top.